overheid moet werken aan regelgeving die ervoor kan zorgen dat het aantal verkeersslachtoffers minder wordt. Dit haalde PL-parlementariër Evert Carto vandaag in de Nationale Assemblee aan bij de behandeling van de wetinstelling Verkeersautoriteit. Het assembleelid wees erop dat de gevolgen van een verkeersongeval een zware impact kunnen hebben op het leven van een individu, maar het ook voor ontwrichting van gezinnen kan zorgen. Hij noemde de verkeersongevallen in Suriname te veel voor zo'n kleine gemeenschap. Daarom zal er volgens hem gewerkt moeten worden aan goed doordachte regelgeving. Verminderen van congestie op de wegen zijn en zorgen voor een ordelijke en veilige stroom van het verkeer. Bovendien moet de autoriteit zorg dragen voor het creëren van een bewustwording over verkeersveiligheid en het implementeren van maatregelen om deze te verbeteren. Zoals het verbeteren van de infrastructuur en doelmatige educatieve campagnes. Voorzitter, dan denk ik aan beleidsvisies die niet alleen mooi op papier moeten staan, maar daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd. De samenwerking tussen alle instanties moet verbeterd worden of beter worden, zodat de communicatie dan duidelijker naar voren, naar de samenleving, wordt gepresenteerd. Het DNA-lid vindt dat minder slachtoffers in het verkeer afhankelijk is van orde, inrichting en doorstroming van het verkeer. Hij hoopt dat met de instelling van de verkeersautoriteit er een verandering komt binnen het Surinaams verkeer. Hij wees erop dat opeenvolgende regeringen beloftes doen over mooi en veilig verkeer, echter zonder verandering. Op deze manier houden wij onszelf en de totale bevolking soms voor de gek, als ik zo mag zeggen, voorzitter. Wij werken projecten op papier uit, maken een 3D-projectie maar leven de uitvoering niet uit. Doen de uitvoering niet, voorzitter. Al in de droom willen wij eigenlijk goede ordening hebben als het gaat om de verkeersveiligheid. Voorzitter, het is voor mij nu hoog tijd om enorm groot belang om targets te stellen en te werken aan haalbaarheid van uitgezette en in de meeste gevallen reeds gefinancierde projecten. Laten wij nou eindelijk werken aan een duurzaam beleid en alle verantwoordelijken uiteindelijk verantwoordelijk gaan stellen voor zaken die minder goed verlopen. DNA-lid zegt dat er nog veel werk aan de winkel is om het verkeer voor elke gebruiker veilig te maken.